Nee. Kampioenschap Jongeren Hengsten. En dat was een hele lastige klus voor ons, om eerlijk te zijn. Ja. Wij letten niet alleen op de draf. We letten ook op de bouw, rasuitstraling, beenwerk, de stap en de draf. En de ene hengst blinkt uit in zijn stap. De andere hengst blinkt uit in zijn bouw. En zo moesten we dat afwegen. De ene hengst presenteerde zich 's ochtends wat beter in draf. En de andere... Die hield vorm en lastig. We maken reservekampioen van de jongere hengsten 2023. Een oude bekende van vorig jaar, een jeugdige hengst met een goede stap. Herre 524. Herre 512, Fjouwer, de reservekampioen. Reservekampioen Herre 524, nu de kampioen. En dan nou de kampioen nog. Kampioen vandaag wordt een hengst die een heel sterk achterbeen in draf liet zien. Een constante presentatie gaf. Een hengst die in uitstekende conditie ervoor staat. Arend 515. Kampioen Arend 515. Reservekampioen Herre 524. Ach, wat mooi. Zoon van Nane 492. Uit de merrie van Rijnder 452. Fokkers eigenaar familie De Vries in Hindelopen. Maar ik mag zeggen dat het twee mooie kampioenen binnen. Ja, super. In beide klassen. Klasse. Absoluut. Dat is net lekker muziekje van de firma Koopmans. De kampioen, de reservekampioen. Wat zijn ze mooi. Ze komen nog één keer voorbij. Met de sheriff om. De kampioen Arends. 5-1-5. En de nummer 2. Herre. 5-2-4. Top publiek. Zwerbel tot het laatst toe. Super. Mooi. Heel de naam op in je naam. In België. In België. En alles wat ertussen hier loopt. Het hele beeld is hoe Stuart vindt. Dat vindt hij er al met Norbert.